Tot zover het eerste deel van Never Say Never Again. Het vervolg ziet u straks om even voor 8:30. Veronica is altijd onderweg naar jou. Met discjockeys, sport- en promotieteams en programma's. Want Veronica komt naar je toe. Onze discjockeys zijn zaterdag in Marhezen in Zaal de Smeltkroes en in Zuidhoorn in Zaal Balk. En zondag in Deurne in Discotheek Queen en in Wadwaai in De Vriendschap. Hou je van sport? Dan hou je van Veronica. Ons voetbalteam speelt zaterdag om 3:00 tegen Team De Zevenkamp op de openbare basisschool De Zevenkamp in Rotterdam. Overal waar wat te beleven is, loop je de meisjes van het Veronica promotieteam tegen het leuke lijf. Morgen zijn ze in Tiel in het centrum en in Weert ook in het centrum. Vrijdag in Hogeveen op de Tamboerspassage. In Kampen in het centrum en in Houten in het centrum en in Winkelcentrum het Rond. Zaterdag in Zutphen in het Polsbroekcenter, in Bovenkarspel op de West-Friese Flora en de Veilinghalle West-Friesland, in Alfa aan de Rijn in het centrum en op het Ridderhof, in Breda op de vierde Bredaanse hobby- en vrije tijdsbeurs in het Turfschip en in Eindhoven in winkelcentrum Woensel. Zondag in Breda op de vierde Bredaanse hobby- en vrije tijdsbeurs in het Turfschip, maandag in Zuid-Laren tijdens Horesca 90 in de Prins Bernhardhoeve en woensdag ook in Zuid-Laren tijdens Horesca 90 in de Prins Bernhardhoeve. Je ziet het, met de grootste van Nederland verveel je nooit. Veronica zoekt alleen naar jou. Veronica op TV 2. Alleen jij mag met ons mee. Word lid en bel 020-808-808. Dan krijg je het dikste omroepblad in je bus. Veronica's opmars is onstuitbaar. Vanavond, behalve natuurlijk het vervolg van Never Say Never Again, weer een spannende aflevering van Tour of Duty. Tell me I ain't seeing this, man. Let's go tear that sucker down. I reckon it's time us white folks stand up before they walk all over us. You disrespecting every black man in the unit. I'm real sorry you blacks take it that way. I say we ought to frag the sucker. You're talking about murder, man. Look, I told you, sir, I was asleep. Is this your bayonet? Why are you trying to pin this on me, damn it? We gotta stick together, guys. That Johnson's dangerous. Johnson's a good damn soldier. He's my good friend. You get in the way, you pay the price. Not in my platoon! Tour of Duty. Vanavond bij Veronica. Je ziet het steeds vaker. Vrouwenbladen worden niet alleen meer voor vrouwen gedrukt. Maar ook door vrouwen. Vrouwen gezocht voor mannenwerk. Kies eens wat anders. Het jaar is nog maar net voorbij of u krijgt wel direct te maken met een belastingherziening. Daarom hebben we nog eens naast elkaar gezet hoe het vorig jaar was en hoe het nu is geworden. Kunt u precies de verschillen zien? Het staat allemaal in de brochure voor en na de belastingherziening. Handig als u nog vragen hebt. We are jolly good fellows, for we are jolly. For we are jolly good fellows, for we are jolly good fellows, for we are jolly good fellows, and so say all of us. Vicks Blue. Waanzinnig sterk, sensationeel fris. Ook suikervrij. Fiat Uno. Wat een auto. Morrie mensen. Ik wou het eens met jullie hebben over vroeger. En nou denken jullie vanzelf, gaat Adi nou oude koeien uit de sloot halen? Inderdaad. Zo is het, pa. Unica's herintroduceert de ouderwetse boerenmelkzet. Ietsje belegen, maar veel rijker van smaak.
Dat is een ideetje van mijn zoon Harry. Die zei dat ouderwis weer nieuwerwis wordt. Dat is... Marketing, pa. Op de markt. En in de winkels. En daarom staat er ook uniek, kijk op. Alleen heb die drukken die in de K vergeten. Dus noteer het even. Het is boerenmelkse. En het is uniek. Van Unicaat. Ha, ze zijn die K niet vergeten. Ja, maar... Dan ga je het helemaal maken. Bel voor een opleiding in de metaal- en elektrotechniek 060509. Techniek! Zij is zuinig op haar handen. Bij zwaar werk. Maar ook bij de afwas. Daarom gebruikt ze Lux. Vernieuwde Lux kan het zware werk makkelijk aan, maar is beter voor je handen. Vernieuwde Lux. Zelfs bij zwaar werk, zacht voor je handen. Vernieuwde Lux. Zacht en kracht in één hand. Rotellini en Spirali. Figuroni, Vlinderoni, Croccoli. Allemaal macaroni. Van honing, zoveel vormen. Zoveel smaken om steeds weer iets bijzonders van te maken. Rotellini en Spirali. Patex secondenlijm. IJzersterk. Supersnel. Patex, als het echt vast moet zitten. Page keukenpapier met katoen. Ook sterk als het nat is. Joop van Zijl. Goedenavond, het nieuws van woensdag 14 februari. Grootmachten gaan praten over Duitse eenheid. Perrier uit de handel over de hele wereld. Meer acties in de bouw. Gorbachev haalt bakzeil in Sovjetparlement. De vereniging van beide Duitslanden komt met rassenschreden dichterbij. Na de verkiezingen op 18 maart in de DDR gaan de vier grote mogendheden uit de Tweede Wereldoorlog, dat zijn dus Groot-Brittannië, Frankrijk, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, praten over de positie van een verenigd Duitsland. Aan de vier mogendhedenconferentie nemen ook de beide Duitse staten deel. En tot dit alles is besloten in het Canadese Ottawa tijdens topoverleg tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO en van het Warschau-pact. Voor het eerst in de geschiedenis waren ze bij elkaar, 23 ministers van de NAVO en het Warschau-pact. Sovjet-minister Shevardnadze ging verrassend akkoord met het voorstel van de Verenigde Staten tot troepenvermindering in Europa, waarbij de Amerikanen 30.000 soldaten meer mogen houden dan de Russen in landen als Turkije en Groot-Brittannië. Shevardnadze stemde ook in met een viermogendhedenconferentie over een herenigd Duitsland, waarvoor neutraliteit niet de enige denkbare oplossing is, zei hij.
En dat klonk weer als muziek in de oren van minister Genscher van de Bondsrepubliek. Hij vertrok onmiddellijk naar Londen om premier Thatcher in te lichten. Hij sprak een uur met de Britse premier die een verenigd Duitsland van harte zou steunen, zo liet Genscher na afloop weten. Maar in Londen was ook premier Mazowiecki van Polen. Hij heeft geëist dat Polen als buurland van Duitsland betrokken wordt bij de onderhandelingen over de Duitse eenwording. Chcielibyśmy być obecni w tych rozmowach tam wszędzie, gdzie będzie dotyczyło to bezpieczeństwa sąsiadów Niemiec. I sądzimy, że nie można naszych spraw bezpieczeństwa rozwiązywać per procura. My musimy być sami przy tym obecni. Een definitieve oplossing over de toekomst van de twee Duitslanden is in Ottawa nog niet bereikt. Maar de ministers van Buitenlandse Zaken van het Warschau-pact en van de NAVO zijn het er al wel over eens geworden dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hun troepen in Centraal-Europa drastisch zullen verminderen. Op dit moment zijn de supermogendheden ruim vertegenwoordigd op het Europese continent. Zo heeft de Sovjet-Unie ongeveer 600.000 man op de been in Centraal-Europa, met name in Hongarije, Polen, Tsjechoslowakije en de DDR. Aan de andere kant van de scheidslijn zijn de Verenigde Staten vertegenwoordigd met zo'n 350.000 manschappen. Het merendeel is gelegerd in de Bondsrepubliek en verder in onder andere Nederland, Engeland, Spanje, Italië, Griekenland en Turkije. Beide partijen zijn nu in Ottawa overeengekomen om de troepensterkte van beide supermachten in Centraal-Europa terug te brengen tot 195.000. Voor de Sovjets betekent dit dat ze van de 600.000 manschappen er 405.000 moeten terugtrekken. En de Amerikanen zouden, om op datzelfde niveau te komen, van hun 350.000 manschappen er 155.000 moeten weghalen. Maar na veel touwtrekken hebben de Sovjets een concessie gedaan. De Amerikanen mogen op de flanken, met name in Engeland en Turkije, 30.000 extra manschappen handhaven. In Ottawa zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van NAVO en Warschau-pact ook overeengekomen dat er snel na de verkiezingen van 18 maart in de DDR een speciale conferentie moet komen over de politiek-militaire status van een verenigd Duitsland. Aan zo'n conferentie zullen naast de Oost- en West-Duitsers ook de vier vroegere bezettingsmogendheden van Duitsland deelnemen. Daarbij gaat de voorkeur van de Sovjet-Unie uit naar een gedemilitariseerd Duitsland, als tenminste een neutraal Duitsland niet haalbaar is. Maar Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten zullen waarschijnlijk blijven eisen dat ook een verenigd Duitsland lid blijft van de NAVO. In Den Haag wenst de Tweede Kamer op korte termijn te debatteren over de gang van zaken rond de Duitse eenwording. In Den Haag Hans Larous. De Duitse eenwording gaat met een tempo dat haast onvoorstelbaar is. Maar daar maakt de Tweede Kamer zich niet zo'n zorgen over. Het is in principe een zaak voor de Duitsers zelf. Maar de weg die is gekozen verontrust de Kamer wel. Want die weg wordt vooral uitgezet door de twee Duitslanden zelf en de grote vier. Verenigde Staten, Sovjet-Unie, Groot-Brittannië en Frankrijk. Zo is het in Ottawa afgesproken. Nederland kan nauwelijks invloed uitoefenen op een zo belangrijke zaak als deze. Want de NAVO en de EG, de twee organisaties waarin Nederland invloed kan uitoefenen, spelen een ondergeschikte rol in deze procedure. De VVD-fractie maakt zich zorgen over die procedure, omdat, zoals het er nu uitziet, de EG en de NAVO nauwelijks betrokken zijn bij die procedure over de eenwording van Duitsland. En EG en NAVO zijn nou net de twee internationale organisaties waar Nederland een volledige stem in heeft. Natuurlijk is het heel goed dat dit allemaal zo gaat, maar het moet niet zo zijn dat de buurlanden het idee krijgen, we zijn er überhaupt niet bij betrokken. Dat kan niet. Dat idee heeft dat op dit moment? Een beetje wel. Die onderhandelingen zelf gaan ons allemaal aan, met name Nederland als buurland van Duitsland. Daarom willen wij een zeer goede voorbereiding in NAVO en in de Europese gemeenschap. Want in feite gaat het om de inpassing van de DDR in de Europese gemeenschap en om de daarbij betrokken veiligheidsaspecten. Nederland, en dat geldt bijvoorbeeld de activiteiten van minister Van den Broek, probeert koortsachtig weer greep te krijgen op het proces van de Duitse eenwording. Want dat proces, vlak over de grens, heeft tot nu toe alleen nog maar voor voldongen feiten gezorgd. De Duitse bondskanselier Kohl is tevreden over het akkoord van Ottawa. Morgen gaat hij naar premier Mitterrand van Frankrijk om de kwestie rond de Duitse eenwording nog eens uitvoerig door te nemen.
Kool sloot vandaag in Bonn zijn besprekingen af met DDR-premier Modrow over economische hulp. Kool wil de Duitse Democratische Republiek dit jaar helpen met bijna 6 miljard mark. Dat is te weinig en te laat, vinden de Oost-Duitse delegatie en de West-Duitse oppositie. Met karige beloftes ontnuchterd en teleurgesteld vertrokken de Oost-Duitsers vanmiddag weer naar huis. Hun illusie dat Bonn met 15 miljard mark over de brug zou komen is vervlogen. De vraag wat gebeurt er met ons geld kon ook DDR-premier Modo niet afdoende beantwoorden. Bij alle goodwill en de belofte 6 miljard voor vaste projecten wil Bonn het geld van zijn belastingbetaler behoeden voor een bodemloze put. Toch leveren de sociaaldemocraten in West- en in Oost-Duitsland scherpe kritiek op die terughoudendheid. Ich bedauere, dass man auf dem Sektor der Soforthilfe eigentlich ohne Ergebnis geblieben ist. Und ich bin bedrückt, mehr als bedrückt, dass der Bundeskanzler die Chance in der Pressekonferenz zusammen mit Modo ein klares Wort zur polnischen Westgrenze zu sagen, wieder nicht genutzt hat. Ich glaube, dass sehr viele Menschen in der DDR geblieben wären, die jetzt die DDR verlassen haben, wenn die Soforthilfe, die Helmut Kohl am 19. Dezember ja vollmundig versprochen hatte, gekommen wäre. Bundeskanzler Kohl heeft premier Modrow wel beloofd bij te springen als de nood te hoog wordt. Zwischen jetzt und dem 18. hoffe ich, dass wir auf Expertenebene in der Frage der Wirtschaftsgemeinschaft und der Währungsunion ein gewaltiges Stück vorankommen, arbeitsmäßig. Und ich erwarte, dass es nicht nur um Kommissionen geht, sondern dass auch in der Tat echte Ergebnisse und das in rascher Reihenfolge erreicht werden. De DDR-delegatie is verbitterd naar huis gegaan. Ze voelde zich vernederd door de schoolmeesterachtige manier van optreden van de West-Duitsers. Dat zei minister Ploegbeil. Hij is leider van de oppositiegroep Neues Forum bij het afscheid. Het Franse Perrier-concern heeft besloten wereldwijd al haar flessen mineraalwater uit de handel te halen. Behalve in de Verenigde Staten zijn er nu ook in ons land en andere Europese landen benzeenresten in het mineraalwater aangetroffen. President-directeur Levin maakte de beslissing bekend op een persconferentie in Parijs. Mais si c'est fou, nous avons décidé de retirer les bouteilles de Perrier de l'ensemble des marchés dans le monde entier. Perrier zegt de flessen vooral te halen om het imago van het bedrijf te redden. Il n'y a pas de demi-mesure possible. Nous ne voulons pas que le moindre doute, aussi minime soit-il, puisse peser sur l'image de qualité et de pureté de notre produit. Ook in ons land wordt Perrier uit de handel genomen. Importeur Hero in Breda haalt meer dan een miljoen flessen terug. Tijdelijk geen Perrier. Het mineraalwater mag niet meer verkocht worden. Vanmiddag werden alle verkooppunten in Nederland gewaarschuwd en de komende dagen worden de flessen, kratten en pallets afgevoerd. Het spul moet terug naar Breda. Daar zit de distributeur voor Nederland. Hero heeft maandag opdracht gegeven aan een Duits laboratorium om het bronwater te onderzoeken. De definitieve resultaten van dit onderzoek zijn pas eind deze week bekend. Tot nu toe weten we alleen dat we in een tiental monsters een verhoogde concentratie hebben. Benzeen, ja. We weten nog niet precies hoeveel, maar dat zullen we over 2 dagen weten. In ieder geval was dat voor ons aanleiding om Perrier uit de markt terug te trekken. De importeur schat dat er 1,5 miljoen flessen in de winkels zijn. Het bronwater moet van Breda terug naar Frankrijk. Godzijdank hebben we in Nederland een goed distributieapparaat die hopelijk van harte meewerken. En wij verwachten binnen een week de handel leeg te hebben. Hoeveel wordt er van verkocht in Nederland? Wij verkopen in Nederland per jaar ongeveer 8 miljoen flessen. De schadepost schat Hero op 2,5 miljoen. Maar dat geld zal uiteraard op de Franse fabrikant verhaald worden. Benzeen is een kankerverwekkende chemische stof. Die is overigens in zeer kleine hoeveelheden in het bronwater aangetroffen. Grote paniek is niet nodig. Maar mensen die Perrier thuis hebben, wordt geadviseerd het spul terug te brengen naar de winkel. In de bouw wordt gestaakt. En dat allemaal omwille van een kortere werkweek. De bouwbonden zijn met de staking begonnen omdat de cao-onderhandelingen vorige week op niets uitliepen. Het is nog aardedonker buiten als om 7 uur vanmorgen de bouwvakkers in de Keet worden toegesproken. Ze werken aan de nieuwbouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Een kaderlid van een van de vakbonden vraagt of men wil staken. Namens de Bouw- en Houtbond FNV, de Hout- en Bouwbond CNV en de vakvereniging Het Zwarte Korps roep ik jullie op het werk neer te leggen en in staking te gaan.
Die vraag is eigenlijk overbodig, want gisteren is er op deze bouwplaats onder leiding van de vakbonden uitgebreid gesproken over de voor's en tegens van een staking. En gestemd is er toen ook al. Dus gaat dit werk zonder enige moeite plat. De vakbondsleden laten zich registreren en de staking wordt officieel bij de uitvoerder gemeld. En zo gaat het op meer bouwwerken in het land. Hier in Purmerend wordt gestaakt bij een groot woningbouwproject in de Purmer Zuid. Ook op de bouwplaats van de tunnel onder de Noord wordt vanaf vandaag niet meer gewerkt. De stakingsacties worden gecoördineerd in het actiecentrum van de Bouw- en Houtbond FNV. Hier komen de hele dag meldingen binnen van de districtskantoren. Opvallend is het relatief grote aantal spontane stakingen op bouwplaatsen die vanmorgen niet door de bonden zijn bezocht. Vandaag lieten 3500 bouwvakkers zich als staker registreren. In de loop van de week zal de staking worden uitgebreid om de druk op de werkgevers te vergroten. Die bieden tot nu toe wel meer loon, maar geen arbeidsduurverkorting. En niet alleen in de bouw, maar ook acties bij Heineken. De vestigingen van de bierbrouwerij in Zoeterwoude en Den Bosch liggen voor onbepaalde tijd stil. Vannacht braken wilde stakingen uit die later werden overgenomen door de bonden. De stakingen volgen op het vastlopen van de cao-onderhandelingen. De bonden willen pas verder praten als het huidige reorganisatieplan van tafel gaat. Door de reorganisatie moeten 700 banen verdwijnen. Heineken heeft een kort geding aangespannen tegen de bonden, dat maandag dient. De hypotheekrente gaat fors omhoog. Volgens de AMF en de NMB zullen verzekeraars en banken eind deze week besluiten de hypotheekrente flink te verhogen. En wel met 0,5%. Bij de Verenigde Spaarbank gaat de verhoging morgen al in. De rente voor een normale hypotheek stijgt naar 9,5%. En het is 14 jaar geleden dat een verhoging zo fors was. Bij een vliegramp in India zijn 91 mensen omgekomen. 55 passagiers overleefden de ramp. Het vliegtuig, een 2 maanden oude Airbus 320, was op weg van Bombay naar de zuidelijke stad Bangalore. Ooggetuigen verklaarden dat het Indian Airlines toestel kort voor de landing in brand vloog. Even later stortte het vliegtuig neer op de landingsbaan. De Airbus brandde volledig uit. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Franse technici zijn onderweg om te helpen bij het onderzoek. Het zat president Gorbachev vandaag niet mee in het Sovjetparlement. Gorbachev wilde eind deze maand de speciale zitting van het Congres van Volksafgevaardigden bijeenroepen, die de positie van de president zou moeten versterken. Maar daar voelden de parlementariërs niets voor. De opperste Sovjet wil meer tijd om over het voorstel te overleggen. Toen Gorbachev zag dat er veel protest tegen zijn voorstel was, liet hij het niet tot een stemming komen. Eerder op de dag hield Gorbachev nog een fel pleidooi om de positie van president te versterken. Hij zei dat die nieuwe president niet per se Gorbachev hoeft te heten. Ik denk dat als we uitkomen naar het beslissen van het presidentschap и будем как решать, то я думаю, это мы будем решать, ведь будут альтернативные кандидатуры, и я не знаю, окажусь ли я среди этих кандидатур. Речь идет о президентской власти, а не о кресле чьем-то. Когда мы, понимаете, De opperste Sovjet vergadert de komende dagen door over het presidentschap nieuwe stijl, maar beslissingen kunnen alleen genomen worden door het Congres van Volksafgevaardigden. Kopzorgen voor Gorbachev, niet alleen over het presidentschap, maar ook over de toenemende nationalistische onrust. Na de problemen in Armenië en in Azerbeidzjan dreigt nu de situatie in de Republiek Tajikistan volledig uit de hand te lopen. Gorbachev wijde in de opperste Sovjet enkele woorden aan de uit de hand gelopen toestand in Tajikistan. Hij kondigde aan dat hij een wetsontwerp wil voorleggen om de situatie weer onder controle te krijgen. De Sovjetleider gaf geen verdere details over hoe die wet er zou moeten uitzien. De bezorgdheid van de Kremlin-leider is zeker niet overdreven. Uit alle berichten blijkt dat de onlusten in Dushanbe ongekend hevig zijn. Ordentroepen hebben het centrum van de stad afgezet, maar de demonstranten, voornamelijk jonge mannen, trekken in groepjes door de buitenwijken. Er zouden zelfs vuurgevechten plaatsvinden tussen ordentroepen en betogers. Nadat het vannacht iets rustiger was, werd in de loop van de dag bussen en auto's in de brand gestoken en honderden huizen en winkels geplunderd. Ook vielen de jongeren burgers aan, op straat, maar ook in hun woningen. Ze hebben het vooral gemunt op Europees uitziende mensen. Maar hun woede richt zich tevens op Tajikse meisjes, die er niet traditioneel genoeg uit zouden zien omdat ze kort haar dragen of geen hoofddoek om hebben. De herrieschoppers hebben ook tenminste 1 Sovjet-journalist vermoord. De ordentroepen hebben de toestand niet onder controle. Inwoners van de stad vormden daarom eigen burgerwachten. Overal waren mensen op de been. De Tajikse radio herhaalde vandaag de hele dag een oproep aan de bevolking om de straten te verlaten,
om, zoals werd gezegd, een tragedie te voorkomen. Die deed zich volgens ooggetuigen toch voor toen het leger werd ingezet. Soldaten zouden in wilde weg op mensen hebben geschoten en daarbij zouden tenminste 8 doden zijn gevallen. Volgens andere berichten zouden legereenheden weigeren in te grijpen omdat hun officieren niet als beulen bekend willen komen te staan. Na het leger ingrijpen in Tbilisi vorig jaar en in Baku eerder dit jaar houdt het leger zich liever afzijdig bij volksopstanden. De Tadjikse partijleider heeft een ontslag aangeboden. Dat is geweigerd door de partij. De vele duizenden betogers die voortdurend op de been zijn, hebben intussen een tijdelijk comité als hoogste macht erkend. Oneenigheid binnen de Partij van de Arbeid over de aanleg van 2 tunnels onder het Noordzeekanaal. De PvdA-Kamerfractie wil de beslissing daarover uitstellen, maar de plaatselijke PvdA-bestuurders in Noord-Holland zijn het met CDA-minister Maaij eens dat die tunnels er zo snel mogelijk moeten komen. Over de tunnelproblematiek overlegt minister Maaij van Verkeer en Waterstaat op dit moment in Den Haag met vertegenwoordigers van de Randstadprovincies, de grote gemeenten en het openbaar vervoer. Eerder op de dag wees een delegatie van PvdA-burgemeesters en wethouders uit Noord-Holland, het PvdA-kamerlid Castricum, er nog eens op hoe belangrijk de aanleg van nieuwe tunnels voor hen is. De huidige capaciteit van de 2 tunnels onder het Noordzeekanaal is veel te klein. We hebben daar grote problemen mee met opstoppingen. De economische ontwikkeling van ons gebied eist nou eenmaal dat wij een normale goede bereikbaarheid hebben. En dat is van levensbelang voor onze steden in ons gebied. Castricum ontving de delegatie wel, maar wist van tevoren dat hij zijn standpunt niet zou wijzigen. Over 2 maanden komt de regering met een totaalplan voor het verkeers- en vervoersbeleid op langere termijn. Waarbij bereikbaarheid uiteraard een punt is, maar ook de leefbaarheid een belangrijke rol gaat spelen. Wij denken dat het goed is de tunnelplannen ook in dat plan af te wegen. En dus zeggen we, waarom zou je nou haasten als je voor 10, 20 jaar het beleid gaat vastleggen, kan dat dan toch ook. Voor wat de tunnels betreft moeten de PvdA-bestuurders uit Noord-Holland het dus van CDA-minister Maaij van Verkeer en Waterstaat hebben. Zij wil dat het kabinet voor 1 april over de bouw van de tunnels onder het Noordzeekanaal beslist. Maar evenals de PvdA-fractie hebben de PvdA-ministers bezwaar tegen de nieuwe tunnels, omdat die het autogebruik zouden stimuleren. Komende vrijdag komt de zaak in de ministerraad aan de orde. In totaal moeten er voor het jaar 2000 nog 5 grote tunnels in ons land bijkomen. De Wijkertunnel is een van de nieuwe tunnels die onder het Noordzeekanaal moet komen, pal naast de Velsertunnel. Er is daar al een begin gemaakt met de grondwerkzaamheden voor de aanvoerende wegen. De tweede Koentunnel moet de andere nieuwe tunnel onder het Noordzeekanaal worden. Deze komt naast de bestaande Koentunnel te liggen. Er moet een eind maken aan de enorme files die daar dagelijks tijdens de spitsuren staan. Met de aanleg van de tunnel onder de Noord bij Alblasserdam is al begonnen. Deze komt naast de brug over de Noord. Het verkeer moet zich nu nog over die smalle brug persen, wat vaak met ongelukken gepaard gaat. Met een tweede Benelux-tunnel onder de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam heeft minister Maaij minder haast dan met de tunnels onder het Noordzeekanaal. Maar ook hiervoor liggen de plannen al klaar en met de bouw kan snel worden begonnen. Alleen met de Van Blankenburg-tunnel onder de Nieuwe Waterweg bij Maassluis heeft de minister geen haast. De beslissing over deze tunnel wil ze uitstellen tot 1997. Precies 9:10, maar we krijgen het weer nog. Voorlopig nog geen einde aan het wisselvallige weer. De afgelopen nacht en ochtend hadden we storm en regen en een volgend slecht weergebied is alweer onderweg. Maar volgens de laatste gegevens krijgen we daar geen storm van. De storingsactiviteit dringt trouwens diep Europa in. Zwitserland kreeg de afgelopen 24 uur plaatselijk een meter verse sneeuw bij. In Oostenrijk zijn de hoeveelheden kleiner. De straalstroom, de band met enorme windsnelheden op zo'n 10 kilometer hoogte, loopt vanaf de oceaan over onze omgeving Europa in. Depressies ontwikkelen in deze straalstroom en komen snel op ons af. Een volgende storing lag vanmiddag op de oceaan ten westen van Ierland. Morgenochtend ligt hij al boven ons land en hij heeft nogal wat regen bij zich. Die regen begint vanavond en vannacht. Mogelijk valt er in het noorden wat natte sneeuw. De zuidelijke wind neemt verder af en de minimumtemperatuur wordt er ongeveer 5 graden. Ook morgenochtend regent het nog. In de loop van de ochtend draait de wind van zuid naar noordwest en neemt flink toe. Aan de kust later op de dag mogelijk tot stormachtig windkracht 8. In de middag zijn er enkele opklaringen, maar er vallen ook wat winterse buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. De middagtemperatuur ongeveer 6 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig en tijdens het weekeinde gaat de temperatuur iets omhoog. Einde van dit 8 uur journaal, een prettige avond. Neus verstopt, Vicks inhaler. Adem in, adem uit. Vicks inhaler. En u kunt weer ademen. Haal hem bij uw apotheek of drogist.
men are for an orange. Just good friends. Han de Wit. Een eigenzinnige komedie van Joost Ranzijn. Naar de roman van Heren Heresma. Met Nelly Vrijda, Jim van der Wouden en Koen de Bouw als Han de Wit. Een krankzinnige film over een geniaal plan. Vader! Zoveel spanning zag u niet eerder in een komedie. Han de Wit. Vanaf 16 februari in de bioscoop. Als je van makkelijk houdt, betaal je boodschappen met de Giromaatpas. Van de Postbank. Als je wat makkelijk houdt, vraag het de postbank. Hallo, Ans. Oh, die van jou hebben veel meer kleur. Tja, met vernieuwd. Nee, je appels. Oh, die. Ja, gerijpt door de Franse zon. Dus ook fruitiger. Maar ontdek het zelf. Inderdaad, Hans. Ik ben overtuigd. Tja, Franse appels zijn echt fruitiger. Een sterk wasmiddel pakt vlekken hard aan, maar is vaak agressief. Vernieuwde Dash 3 is echter hard tegen vuil, maar de natuurlijke mineralen in Dash 3 houden de vezels zacht en soepel. Dus blijven je kleren voelbaar in topvorm. Vernieuwde Dash 3 met natuurlijke mineralen. Hard tegen vuil en zacht voor uw was. Op een dag drink je geen bier meer, maar drink je Grols. Level Best! Alle mega-hits van Level 42, nu op één formidabele cd. Level Best! De grootste van Level 42. Met de nieuwe single hit. Ga 18 tracks lang uit je dak. Level 42, Level Best! Als je weg bent van uitheemse lekkernijen, is je keuze snel gemaakt. Tilfood. Tilfood brengt je met de kruidige Thaise lumpia naar Thailand. Of neemt je met de pittige krokante Spaanse panada mee naar Spanje. En naar Indonesië met de overheerlijke echte Indonesische saté. Tilfood. Bereid in oven, magnetron en friteuze. Tilfood. Stel, u heeft een idee. Zo'n idee verdient het om met de juiste middelen uitgevoerd te worden. IDM Bank verschaft u de middelen om uw idee te realiseren. Of het nu gaat om leasing, doorlopend krediet, hypotheek of een persoonlijke lening. Vraag uw assurantieadviseur of leverancier. Osborne, een trotse sherry. Barretje, kibbevratje. Gauw formule W, anders worden het er twee. Je stipt een dag of 10. En moet je dan eens zien? Formule W, wratjes zijn er weg van. Om
omdat een echt vak je toch beter lijkt dan zomaar een baantje. Omdat je meer toekomst ziet in een heel ander beroep. Omdat je gewoon weer wil gaan werken. En omdat je vast niet half weet wat er allemaal kan. Daarom ligt deze gids bij het postkantoor en bibliotheek. Geeft de postbus 51 Molenwatt aandacht. Hij staat immers altijd voor u klaar met nieuwe folders. Goedenavond en hartelijk welkom bij Veronica op TV2. Wij zijn bij u op deze Valentijnsdag tot 11:45. Als afsluiter van vanavond ons beleggingsprogramma Cash. Daarvoor natuurlijk de Pin-Up Club met Wendy van Wanten, die het alsmaar drukker krijgt met de kijkerspost. Tour of Duty om 10:55. Een rassenconflict tussen Tucker en het Ku Klux Klan-lid Innes loopt uit op moord. En dan ontstaat er een gewelddadige strijd tussen blank en zwart. Nieuwslijn om 9:55 met onder andere de volgende onderwerpen. Het nijpend personeelstekort in Aalsmeer wordt opgelost door werklozen een leaseauto aan te bieden. 1 Duitse munt, oplossing of catastrofe voor een herenigd Duitsland. En er komt een nieuwe cursus voor leraren om zelfdoding bij leerlingen te voorkomen. En nu, tot maar liefst 10:00, het vervolg van de James Bond film Never Say Never Again.